Patrick, hoe is het? Goedemorgen. Goedemorgen, Ed. Ja. We zijn op de winterafdeling nu van jullie. En jij reageerde ook toen ik vorige week zei van, hoe gaat het met de ondernemers? En, ja. Nou, je kan nog lachen, maar deze winterafdeling, dat is wel een beetje voor jullie... Ja, dit is ons hoofdpijndossier, Edwin. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, weet je, natuurlijk, je blijft lachen, je blijft positief. En dat proberen we ook echt wel te blijven doen. En we zijn met allerlei initiatieven ben je natuurlijk bezig. Je probeert heel creatief te zijn. Maar goed, ook aan dat creativiteit zit een plafond. Want op een gegeven moment heb je gewoon niet alles zelf in de hand. Je hebt toch je klanten nodig. Ja. En ja, dit is inderdaad wel ons hoofdpijndossier. Ja, de wintersporthoek. Want ja, dat is hem niet geworden dit jaar. En dat gaat hem ook niet meer worden. Nee, want hier staat de boards. En dat is jullie grootste ding, denk ik. Ja, want wij zijn natuurlijk de specialist hier samen met een collega in Zierikzee op het snowboardgebied. Want dat is wat wij feitelijk doen. Dus wij hebben alles met betrekking tot de snowboards, de bindingen, de schoenen, maar uiteraard ook de kleding en alle accessoires wat erbij zit. Dat doen wij, ja. Ja, maar hoeveel, je hebt het niet verkocht of een paar? Of, ik kan het precies vertellen. Normaal gesproken zou ik het niet precies weten, maar die heeft drie lege plekken, Edwin. Dus ik heb drie boordjes verkocht dit jaar. Ja. En dat was het. En voor de rest echt letterlijk helemaal niks. Geen kleding, geen schoenen, geen handschoenen. Nee, wat ook, niks. Kijk, je hebt inderdaad hier ook witte kleding. Je hebt natuurlijk ook een dameskledinghoek en je hebt dan nog een herenkledinghoek. Klopt. Dat is een grote winkel. Ja, wij doen het inderdaad zowel voor de dames als de heren hebben wij eigenlijk alles wat snowboard gerelateerd is. Ja, dat klopt. Hey, maar hoe is het bij jullie in het algemeen? Zijn jullie een zaak die aanspraak maken op ondersteuning? Of hebben jullie dat wel? Ja, wij maken aanspraak op alle ondersteuning inderdaad. Ja, dat klopt. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk het enige wat je momenteel een beetje hebt. Ja. We hebben wel ook een webshop waar we mee bezig zijn. Die is nog niet zo heel lang in de lucht, helaas. Dat is een beetje een pech wat we hebben dit was jaar. Eind vorig jaar gelanceerd? Ja, klopt. Ja, boardsandmore.eu. Die bestond al wel. Alleen, die hebben heel nieuw leven in willen blazen. Maar toen kwam de coronacrisis. Dus die gooide even wat roet in het eten. Maar hoe lang is het nou ook weer geleden dat jullie de zaak overnamen? 1 oktober 2018 zijn we begonnen. Dus dat is eigenlijk, je was dus eigenlijk net goed 2 jaar op de rails. Dus dat is sowieso nog een overgangsperiode. Eigenlijk begonnen onze eerste eigen echte collectie begon winter afgelopen jaar. En toen dachten we, nu gaan we er vol voor. Ja. Ja, en toen kwam corona. En dat begon eigenlijk met de wintersport voor ons. Want die werd halverwege het seizoen werd dat toen al gecanceld. Dus toen hadden we dat al niet meer. En toen dachten we, dan gaan we richting zomerperiode. Ja, toen inmiddels zijn we bijna een jaar verder met z'n allen en zitten nog steeds in dezelfde. Was jullie zomer wel een beetje oké? Want jullie hebben natuurlijk ook veel surfspullen, skateboards. Ja, vooral de hardware was erg goed. Ja. En ik moet zeggen, we hebben een zomerperiode, kan ik niet echt van spreken. Want het is eigenlijk 2 maanden geweest. Juli en augustus is mega geweest. Ja. Wat ik hoor voor de meeste collega's, begrijp ik. Ja. Dat is goed geweest. En dat, ik moet zeggen, dat helpt je eigenlijk wel door deze periode nu heen. Even los van dit gedeelte dan. Dus het is beslist niet zo dat jullie op randje faillissement staan, dat niet? Nee. Ik zou heel zeggen, absoluut niet. Alleen je weet nooit hoe lang dit nog gaat duren. En dat is een beetje het lastige in deze periode, de onzekerheid. Perspectief, ja. Ik ben ervan overtuigd dat we er doorheen gaan komen. Maar aan de andere kant, als het nog een half jaar duurt, dan staan we hier misschien weer op een hele andere manier. Dat weet ik niet. Ja, precies. Ja, dat is gewoon realistisch. Dus daar ben ik heel erg in. Het zou fijn zijn als het... Maar over het algemeen, want die spullen die je hier nu hebt staan... En die je dus niet hebt verkocht. Kan je dat gewoon nog tot volgend jaar bewaren? Of is dat zo trendgevoelig dat het... Het probleem is, en dat zie je voornamelijk eigenlijk bij de snowboardjes. Op het moment dat echt gewoon compleet niks verandert aan een snowboard. Dan wordt het sowieso een nieuw printje. Dus dat betekent eigenlijk dat als je dat boord te betel. Bijvoorbeeld hiervoor pakt die tunde. Ja, dat is dit jaar is dit printje. Ja. En volgend jaar, ook al verandert het qua specificaties, niks aan het boord. Ander printje erop en het is een nieuw boord. Ja. En dat is het lastige. Zeker ook omdat wij de beurzen normaal gesproken hebben. Ja, maar daar stond ik een tijdje terug te kijken bij de speelgoedwinkel. Jullie werken vaak samen met Erik Intersport. En dat is natuurlijk, je zou kunnen denken ook een concurrent. Maar die hebt natuurlijk weer een heel ander assortiment. Klopt, eigenlijk sinds jaar en dag is er, dat is al eigenlijk met de vorige eigenaar is dat geweest. Is er een samenwerking tussen eigenlijk 3 Intersports. De Intersports hier, Erik in Middelburg, in Goes en in Vlissingen. En wij dan, waarbij zal ik maar zeggen, de Intersport alles doet met betrekking tot het ski gebeuren. En wij met het snowboard gebeuren. En normaliter is het zo dat we daar 4 beurzen in een jaar hebben. Dat is in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen. Ja, dat ging natuurlijk dit jaar ging dat ook allemaal niet door. Dus dan hebben we eigenlijk als plan opgevat, dat is dan maar zo, jammer helaas. We gaan het pand van de oude Intertoys wilden we gaan huren. Ja. Dat was eigenlijk allemaal in kan en kruiken. Ja, maar ik zag opeens allemaal beweging dat er gebeurt. Ja, dat klopt. Ja. En dat zouden we volledig gaan inrichten omdat dat dan een winkel is. En je dan uiteindelijk wat minder last hebt van alle maatregelen destijds.
Ja, toen kregen we in de week voordat we zouden beginnen met opbouwen, dus kregen we het horen van winkels moeten ook dicht. Ja, dus ja, toen viel dat ook compleet in duigen. Dus ja, dat was ook wel een hele grote tegenvallen. Samen met dus ook je medewerkers binnenkomen, wat doen die dan nu hele dagen? Ja, we hebben eigenlijk afgesproken met elkaar. Kijk, wij hebben met Sportshop Domburg erbij, hebben wij in totaal toch 9 mensen die we gewoon vast in dienst hebben. Dus wij hebben gezegd van, ja weet je, daar moeten we uiteindelijk gewoon toch mee aan de slag. Elke maandag tot en met vrijdag zijn we van 10 tot 5 zijn we gewoon aanwezig in allebei de winkels. We zijn bezig met de webshop vullen, want dat is voor ons nog een heel belangrijk ding. Er komt er ook alweer een nieuwe collectie komt eraan, dus elke dag verandert dat. Ja, je moet nu eigenlijk alweer gaan schakelen op volgend seizoen. Ja. Wij zitten nu volle bak in onze inkoopperiode voor komende winter alweer. En ben je dan voorzichtiger of... Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat je bij een aantal merken wel en een aantal merken niet. Je moet ook bepaalde keuzes maken. Er zijn ook een aantal, vooral kledingmerken, bijvoorbeeld Vans, wat ik aan heb, heeft ons enorm geholpen. In de coronacrisis hebben we van gezegd van, nou weet je, daar gaan we gewoon een normale order schrijven. Maar ja, bij bepaalde andere kleinere merkjes moet je toch keuzes maken. En ik bedoel, dat is eigenlijk heel simpel. Bepaalde kleine merkjes hebben we dus ook niet geschreven voor komend jaar winter. Ja. Nou, daar moet je keuzes in maken. Ik bedoel, de portemonnee is niet online, hè? Dus ja, we moeten keuzes maken. Ja, nou, helemaal helder. Nou, ik wens je in ieder geval veel succes voor de komende periode. En dat we snel weer... dat hoop ik ook. Dat we snel ons ding weer kunnen gaan doen en dat we snel onze klanten weer kunnen ontvangen. Ja, nou, ik hoop het ook voor jullie. Dankjewel. Dankjewel. Maar hoe weet je hoeveel volgers je hebt? Ik ga vanuit dat je 10.000 hebt. Heb je de 1.000 niet? Echt? Nee, heb je meer dan 1.000? Ik heb geen 1.000. Ja, dat zou wel heel goed zijn. Hè? Zijn jullie nu bezig met de webshop of wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn bezig met de webshop inderdaad. Ja? Veel webshop en veel andere dingen naast. Ik ben tape aan het maken. Een tape? Ja, dat is wel tape. Pet voor rollen met tape hebben, met de logo's erop. Dus ik maak een slide met alle logo's. Maar jullie hebben ook altijd best wel leuke filmpjes op socials en zo. Doen jullie dat zelf? Of ja, dat doen we eigenlijk allemaal zelf. Ja, dat is heel goed. Dan is het authentiek, hè? Ja, precies. Dat is wel wat we bedoelen. Ja. Al het volgende. Merken we hard. Ja, we werken hard. Maar niet voor de